Het resultaat is dat 63 leerlingen van het Calvijn College geslaagd zijn. En daar zijn we ontzettend blij mee. We feliciteren die leerlingen van harte met het behalen van hun diploma. 26 moesten een herkansing doen, extra toetsen maken. Hoeveel zijn er daarvan gezakt? Van die 26 zijn er 12 alsnog geslaagd en 14 alsnog gezakt. Dat is best aardig. Hoe is het slagingspercentage? Is dat hoger of lager dan andere jaren? Het slagingspercentage is nu 82%. Dat is lager dan voorgaand jaar. Hoeveel lager? Ongeveer 14%. Dat is aanzienlijk. Heeft dat hiermee te maken dat ze hun toetsen opnieuw moesten maken? Ja, dat weten we niet precies. Slagingspercentages van scholen kunnen fluctueren in de loop der jaren. We hebben er heel veel aan gedaan om deze leerlingen goed voor te bereiden op de herkansingen. Ze hebben extra lessen gekregen, ze hebben extra begeleiding gekregen. En we hopen dat dat heeft geholpen om zoveel mogelijk leerlingen te laten slagen. Ja, voor diegenen die zijn gezakt, kan ik me voorstellen, het was natuurlijk niet een optimale omstandigheid waar ze voor door moesten opereren. Hoe hebben zij gereageerd? Want ze hebben gewoon extra stress gehad hierdoor. Ja, dat geldt voor alle leerlingen. Maar natuurlijk de leerlingen die niet zijn geslaagd. Dat is een hele teleurstellende boodschap. Dat begrijp ik ook. We gaan die leerlingen allemaal met een individueel gesprek spreken. En ze goed begeleiden naar de vervolgstap. En dat kan zijn dat ze nog een keer het examenjaar over willen doen op het Calvijn College. Het kan ook zijn dat we ze doorbegeleiden naar het mbo. Goed, nu is er natuurlijk nog één hamvraag. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? We hebben het u al vaker gevraagd, maar we hebben nog geen eenduidig antwoord daarop. Heeft u dat nu wel? Nou, wij zijn natuurlijk ook heel erg nieuwsgierig naar die vraag. En we hebben besloten om dat extern te laten onderzoeken. Dus wij hebben een commissie samengesteld die eigenlijk een kijkje in onze keuken gaat nemen. Wat is er nou precies gebeurd op het Calvijn College? Waarom konden we in eerste instantie de examenuitslag niet vaststellen? Nou, wat zijn de verbeterpunten en wat kunnen we daarvan leren? Goed, daar hebben deze leerlingen niets meer aan helaas. Maar u had gezegd een knalfeest, komt die er? Ja, er komt morgenavond een knalfeest voor deze leerlingen. Met natuurlijk alles erop en eraan. En 500 snacks? 500 snacks, zeker weten. Goed, nou dan wens ik die leerlingen die zijn geslaagd in ieder geval een knalfeestje toe.